Er is een principe dat bekend staat als de wet van de economie. Dit is meer dan een theorie. Het is een universele wet die door niemand kan worden gebroken. Wanneer iemand gaat jagen, zoekt hij een jachtgebied waar voldoende wild is. Als je op jacht gaat naar rijkdom, geldt dezelfde regel. Onthoud dit principe goed. Dit is het luisterboek van Think and Grow Rich, gepubliceerd in 1937 door Napoleon Hill. En in 2016 bewerkt door Michael Pilarczyk. Succes is het resultaat van de manier waarop je denkt. Je wordt wat je gelooft, niet wat je hoopt, wat je wenst of wat je wilt. Je wordt waar je diep van binnen echt van overtuigd bent. Think and Grow Rich is de klassieker der klassiekers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en succes. De waarheden en wijsheden die Napoleon Hill beschrijft zijn tijdloos. De wetten en regels zijn universeel. Het zijn de wetten van de natuur. Dit boek is goud waard. Het neemt je stapsgewijs mee in de strategie die miljoenen mensen een fortuin heeft opgeleverd. En het beschrijft de formule voor een succesvol en voldaan leven. Want rijkdom kan niet alleen worden afgemeten in geld. Geld en materiële zaken zijn in onze wereld noodzakelijk om ons leven te kunnen leiden maar daarnaast ervaren we onze grootste rijkdom vooral door harmonieuze vriendschappen, liefdevolle relaties, hechte familiebanden en inzichten die van grote spirituele waarde zijn. In dit boek wordt exact uitgelegd welke principes je dient te volgen om rijk en succesvol te worden. De mate van rijkdom bepaal je zelf. Het belangrijkste is dat je mentaliteit, je positive mental attitude na het lezen van dit boek gevuld zal zijn met een verlangen om jouw mooiste leven te leven. Deze nieuwe Nederlandse vertaling is een hedendaagse bewerking van de originele tekst. Napoleon Hill werkte ruim twintig jaar aan de inhoud van dit boek en publiceerde zijn meesterwerk in 1937. Think and Grow Rich werd geschreven in een geheel andere tijd. Probeer je de wereld van toen eens voor te stellen. Er waren nog geen dagelijkse vluchten om snel en eenvoudig de wereld over te vliegen. Televisie bevond zich nog in een beginfase. Een wereld zonder mobiele telefoons en zonder internet. Toch waren er ook veel gelijkenissen. Als gevolg van een bankencrisis... belanden de Verenigde Staten in de Grote Depressie. Volgens enkele economen was de Federal Reserve, de grote schuldige... vanwege de expansie van het geldaanbod in de jaren twintig... hetgeen leidde tot een kredietbubbel. Op 24 oktober 1929, Zwarte Donderdag... Barstte de zeebel en stortte de aandelenkoers op Wall Street in. Banken gingen failliet en vele mensen raakten werkloos. De Amerikaanse bankencrisis veroorzaakte een wereldwijde economische crisis. Think and Grow Rich is geschreven op verzoek van Andrew Carnegie, een Amerikaanse staalmagnaat en filantroop van Schotse afkomst. De kleine Andrew emigreerde samen met zijn straatarme ouders in 1848 naar Pittsburgh. Waar ze ontdekten dat hun arbeidssituatie in Amerika nauwelijks beter was dan in Schotland. Als dertienjarige werd Carnegie een hulpje in een katoenspinnerij. Daarna werkte hij bij de Ohio Telegraph Company en later bij de Pennsylvania Railroad. Uiteindelijk werd hij de eigenaar van het grootste staalbedrijf van de wereld: de Carnegie Steel Company. Dit bedrijf verkocht hij in 1901 aan bankier J.P. Morgan die het onderbracht in US Steel. Met de opbrengst van die verkoop werd Andrew Carnegie... een van de rijkste mensen ter wereld. De bijzondere geschiedenis van dit verhaal... wordt verteld in hoofdstuk 3, Geloof en Overtuiging. Als filantroop stelde Carnegie een genereuze bijdrage beschikbaar... voor de bouw van de Carnegie Hall in New York... en het Vredespaleis in Den Haag. In de laatste jaren van zijn leven... Doneerde hij vrijwel zijn gehele vermogen aan goede doelen en stichtingen, met als doel kennis en wijsheid beschikbaar te stellen. Hij besteedde het overgrote deel van zijn fortuin aan de bouw van 2500 openbare bibliotheken. Carnegie was ervan overtuigd dat succes het resultaat was van een bepaalde denkwijze en een aantal praktische principes. Toen een jonge Napoleon Hill in 1908 een interview had met de inmiddels 73-jarige Carnegie deed hij Napoleon in dat gesprek een voorstel. Onderzoek en beschrijf die filosofie... en verspreid deze waardevolle kennis wereldwijd. Carnegie gaf de jonge journalist toegang... tot de meest gefortuneerde en meest invloedrijke mensen van Amerika. Gedurende een periode van ruim twintig jaar... onderzocht Napoleon Hill al deze mensen persoonlijk... om de geheime formule te ontdekken die hen schatrijk had gemaakt. De conclusies van zijn langdurige onderzoek... Beschreef hij in Hill's Golden Rule Magazine en later in het boek The Law of Success. In de jaren die volgden werkte hij verder aan de opdracht die Carnegie hem had gegeven, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het boek dat je gaat lezen. De oorspronkelijke titel van het manuscript was The Thirteen Steps to Riches, maar dit werd afgewezen door de uitgever omdat het te veel gelijkenissen zou vertonen met The Law of Success. Het is onbekend hoe en wanneer de titel is veranderd, maar toen de eerste exemplaren in maart 1937 van de pers rolden, stond er op de kaft Think and Grow Rich. Wat maakt ons wie we zijn? Waarom doen we wat we doen? Is ons leven een toevallige aaneenschakeling van gebeurtenissen, of kunnen we de bestemming van ons leven grotendeels zelf bepalen? Met onze bestemming bedoel ik hier geen eindstation, maar onze manier van leven. Destiny is not a place, it's who we become, leerde ik van een boeddhistische meester. Je bezit het script van de film waarin je speelt, de film van je leven. En je beschikt over de mogelijkheid om dat script te herschrijven zoals jij dat wilt. Je kunt je eigen script herschrijven door je conditionering te veranderen. Alles begint met een gedachte. Alles is mindset. Het leven dat je op dit moment leidt en de persoon die je bent geworden, zijn het resultaat van gedachten die je hebt gehad en beslissingen die je hebt genomen. Denk eens na over jezelf. Waar komen jouw overtuigingen vandaan? Want die overtuigingen controleren hoe je denkt en wat je doet. Ze bepalen je gedrag en de resultaten in je leven. Wie heeft ze bedacht? Hoe zijn ze in je terecht gekomen? Op welke fundering heeft jouw leven zich opgebouwd? We moeten begrijpen hoe onze conditionering zich heeft gevormd en hoe deze ons leven bepaalt. Dan kunnen we controle hebben over ons leven en dan zijn er geen beperkingen meer. Verander je gedachten, verander je overtuigingen en je leven zal veranderen. What you imagine, you become. Dit boek gaat over de kracht van gedachten. Er wordt veelvuldig gesproken over de mind. In het Nederlands vertalen we dit als onze geest, ons spirituele element dat in verbinding staat met ons lichaam. Geest vind ik echter niet de lading dekken van het woord mind. Daarom heb ik er in deze bewerking voor gekozen om vrijwel overal het woord mind te gebruiken. Onze mind kun je vergelijken met je eigen persoonlijke cloud. Een oneindig grote opslagplaats met al je gedachten en ervaringen. We hebben allemaal onze eigen mind. Enkele mensen kunnen via hun mind contact maken met de mastermind, of zoals Napoleon Hill het noemt, oneindige intelligentie. Sommige mensen noemen dit God, de bron, de schepper of de natuur. Zelf noem ik het Akasha. Om dit contact te kunnen maken, zul je eerst moeten groeien naar een hogere staat van zuiver bewustzijn. Vergelijk jezelf met een radio. Middengolf en FM. Als je leeft op een middengolf frequentie en je wilt muziek horen in een mooie kwaliteit, niet dof maar met prachtige hoge en lage tonen, dan zul je moeten afstemmen op FM. Een hogere frequentie waar alles geweldig mooi klinkt. Het leven is als een radio. Je moet opschakelen naar een hogere frequentie. En om daar te komen moet je een beslissing nemen. Je hebt wellicht geen idee hoe, maar het moment dat je een besluit neemt, gebeurt het. Dan verhoogt je emotionele vibratie en daardoor begin je automatisch alles aan te trekken wat je nodig hebt om te krijgen wat je wilt. Het gaat om wat je gelooft, waarvan je overtuigd bent, op een heel diep niveau in je onderbewustzijn. Dat is de vibratie waarmee je in harmonie bent en die vibratie controleert je resultaten. Wat is het geheim? zul je je wellicht afvragen tijdens het lezen van dit boek. Er is geen geheim. Zonder het letterlijk te benoemen, heeft Napoleon Hill alle principes uitvoerig beschreven. Het is vrij eenvoudig. Je moet besluiten wat je echt leuk vindt om te doen en daar de rest van je leven aan wijden. Do what you love and love what you do. Als je doet wat je leuk vindt, is de kans groot dat je succesvol wordt. En dat je er ook nog eens een mooie financiële beloning voor krijgt. Het probleem voor de meeste mensen is dat ze er nooit werkelijk over nadenken wat ze echt leuk vinden. En zeker niet iedereen is bereid om er alles voor over te hebben. Het maakt niet uit wat je doet. Het gaat erom hoe je het doet. Het leven kan geweldig zijn. Maar meestal moeten we zelf de omstandigheden creëren om het geweldig te maken. Het gebeurt niet zomaar. Make-up your mind. Neem een besluit. Elke beslissing bepaalt de koers van je leven. Mijn eerste ontmoeting met Think and Grow Rich vond plaats in een boekwinkel in Miami begin jaren 90. Het viel me op dat er een uitgebreide afdeling was ingericht met boeken over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en succes. Met buitengewone interesse begon ik me in dit genre boeken te verdiepen. Think and Grow Rich gaf mij het inzicht dat ik mijn jonge leven grotendeels had geleefd volgens de principes die in dit boek beschreven staan. Van kleins af aan was ik altijd geïnteresseerd geweest in geld en succes. Hoe kon het zijn dat sommige mensen grote kapitalen verdienden en andere mensen altijd een tekort aan geld hadden? Zo begon ik, net als Napoleon Hill, het gedrag van mensen te bestuderen, met name succesvolle mensen. Gelukkig verkeerde ik in omstandigheden waardoor ik geregeld in contact kwam met slimme zakenmensen, wijze oudere heren die hun sporen zowel in het leven als in de zakenwereld hadden verdiend. Door mijn werk in de media ontmoette ik vele wereldberoemde artiesten. Het werd me steeds duidelijker dat vele succesvolle mensen de principes uit dit boek bewust of onbewust toepasten. 25 jaar lang bestudeerde ik de wetenschap van succes en de resultaten kwamen vrijwel overeen met de bevindingen van Napoleon Hill. De overeenkomst tussen alle succesvolle mensen was een grenzeloos verlangen, passie en een vastbeslotenheid om een kristalhelder concreet doel te bereiken. De weg naar succes en geluk kent vele valkuilen, risico's en hindernissen. Je kunt ten onder ondergaan aan je eigen hoogmoed en onbezonnenheid. Ook ik werd slachtoffer van mijn eigen succes. Maar zoals Napoleon Hill beschrijft, vrijwel iedereen die echt grote successen behaalt, heeft daarvoor eerst enorme tegenslagen moeten overwinnen. 25 jaar geleden gaf een slimme zakenman me dit advies: "Investeren in jezelf is de beste investering die je kunt doen." Dit advies volg ik nog steeds, elke dag. Jij hebt het nu ook gedaan door in dit boek te investeren. Ik heb dit boek jarenlang bestudeerd. Dit boek veranderde mijn leven. En niet alleen dat van mij, van miljoenen mensen wereldwijd. Ik hoop oprecht dat jij de boodschap die door dit boek heen is verweven ook herkent. Wees ontvankelijk en lees zonder vooroordelen. Bestudeer dit boek en ontdek de denkwijze die je leven zal veranderen.